De titel van mijn column is Naaste liefde. Het is een paar jaar rustig geweest aan het Anima Mundi Front, maar afgelopen weken kwam het veelbesproken kunstwerk van Hubert Kortekaas weer in het nieuws. Al in 2006 werd een poging ondernomen om dit kunstwerk van 100 meter lengte ergens in Winsen te realiseren. Nou ja, kunstwerk. Het moet een mythische plek worden waar mensen als vanzelf stil zijn en zichzelf de drie grote levensvragen stellen: Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? En hoe geef ik mijn leven vorm? Dan praat je toch ergens over. Toch zijn er ook kunstwerken die zelf deze existentiële levensvragen zullen stellen. Neem de joekel van een wolf die als kunstwerk op de waalkade geplaatst gaat worden. Dat beest moet zich toch ook in alle ernst afvragen: wat doe ik hier en wat is de zin van mijn bestaan? De wolf heeft om zijn nek een lauwerkrans als verwijzing naar het Romeins verleden van Nijmegen. Ik hoop dat er een bordje bij komt te staan waarop dit wordt uitgelegd. Arme Andreas Hetveld. Werkt zich al een paar jaar een slag in de rondte om een uniek masker op reuzenformaat te maken en zoekt stad en land af naar financiers? Gaat een wolf met benen van een speelgoedpop met de Romeinse eer strijken? Het wachten is op een motie van de Partij van de Dieren die de zinloosheid van deze wolf ter discussie stelt. Terug naar Winsen. In 2014 strandde een nieuwe poging om Anima Mundi te realiseren vanwege een dorpsbrede opstand. Nu heeft Huub Kortekaas bedacht om het kunstwerk bovenop het dak van een gebouw van 100 meter langs de dijk te plaatsen. Dat lijkt me een lang gebouw voor Winsen. Maar kunstenaars kijken blijkbaar niet op een meter meer of minder. De inwoners van Winsen wel. Wij zijn niet tegen de kunstenaar. Wij zijn voor het dorp, al dus de kruifiaanse uitspraak van een van de tegenstanders. De gemeente Beuningen zit er al jaren gruwelijk mee in de maag. Pim Verbete, raadslid van kernachtig Wiegen, wil de gemeente Beuningen wel een handje helpen. Pim heeft de zingeving van zijn leven ontdekt. Doodleuk stelde hij voor om Anima Mundi dan maar in Wiegen te plaatsen. Een mythische vorm van intergemeentelijke naastenliefde. Mooi is dat. Als de inwoners van Beuningen geen windmolens willen, dan zie ik Pim en met hem heel kernachtig Wiegen nog niet zo gauw roepen: zet ze dan maar in Wiegen neer. Zover gaat de intergemeentelijke naastenliefde niet. Ook in Museumpark Orientalis wordt aan zingeving gedaan. Er zijn plannen gemaakt om de zingeving vorst te vergroten. Onder andere met een Bedouineglemping, 40 logeerwoningen in Joodse stijl en wat nieuwe villa's op het parkeerterrein. De bewoners van de bestaande villa's stromen niet over van naaste liefde. Die zijn tegen de nieuwe villa's, onder het motto: Wij hebben al een villa. Het college van Bergendal wil de plannen voor een deel financieren en hoopt dat de gemeente Nijmegen dit ook gaat doen. Mission Impossible qua intergemeentelijke naaste liefde.